hebben een prikkelarm zwemaanbad ontwikkeld voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, autisme en mensen die gewoonweg moeite hebben met het verwerken van prikkels die normaliter in een zwembad heel normaal zijn. Het is een zwemuurtje waarin het vrije zwemmen wordt bevorderd. Dus de gasten kunnen rustig langskomen en kunnen hun ding doen. Er staat begeleiding bij, dus op het moment dat er wat ondersteuning nodig is, dan is het altijd mogelijk. Er zijn zelfs 4 mensen op deze groep. Dat betekent dat er handjes genoeg over zijn. Dus in dat opzicht kunnen ze voldoende ondersteuning ervaren. In eerste instantie is er een proefperiode. Dus het wil zeggen, het is een pilot variant. We gaan het gewoonweg ervaren. Er staat nu een plan, er is een plan voor geschreven. We hebben subsidie ontvangen van de Hersenstichting en van de Edwin van der Sauw Foundation. Waardoor we het ook heel mooi laagdrempelig aan kunnen bieden. Leuk starttarief ook. Dus dit wordt onze proef. Dat maakt het wel wat lastiger. Want we weten niet wat we kunnen verwachten. En met het oog op het nieuwe zwembad is dus een proefperiode heel gunstig. Dus we hopen op deze manier ons goed voor te kunnen bereiden om het in het nieuwe zwembad ook daadwerkelijk goed af te kunnen bieden. En wat is nou zo belangrijk dat mensen die niet goed tegen prikkels kunnen ook kunnen zwemmen? Ja, het stukje meekomen, want we hebben hier 2 weken terug hebben we hier een cursus gehad vanuit Interact Contour. Die werken met mensen met niet aangeboren hersenletsel, die gevolgen van trauma's en dergelijke. En zij gaf al aan van het praten, de muziek, de lampen, dat zijn zoveel prikkels die ervaren worden die eigenlijk mensen beperken om überhaupt naar het zwembad te komen. En op deze manier hebben ze er weg kunnen halen en hopen we dat er goed gebruik van gemaakt kan worden. Daarentegen mogen mensen die geen aandoening of iets dergelijks hebben ook gebruik maken van het prikkelarm zwemuurtje. Maar wat dan van hun verwacht dat ze ofwel wat laagdrempeliger met elkaar praten, dus fluistertoon, ofwel niet praten. En wanneer gaat het nou echt van start? Ja, dat is 11 januari, donderdag 11 januari. Voor heel veel informatie staat natuurlijk op onze website. Daar kun je ook al direct de tickets kopen. Die zijn op dit moment ook al te koop. Het is een heel leuk starttarief. Het is €3 voor een uurtje zwemmen. En we hopen op den duur deze doelgroep of deze afnemers ook nog weer wat andere ondersteuningsvormen aan te kunnen bieden. Nee, het is iedere donderdag van 11:30 tot 11:30. Het is een inloopmoment vanaf 11:30 tot 11:45. Zodat mensen ook van 11:30 tot 11:45, excuus. Zodat mensen echt de ruimte hebben om binnen te komen. Ook rustig bij ontvangst een kwartier de tijd hebben om in te lopen. Ook daar zullen de prikkels natuurlijk een stuk minder zijn. Dus moet je denken dat er geen muziek op staat. Radio staat dus uit, de tv's staan uit. En alle losstaande en losliggende zaken worden ook verwijderd van de werkvloer. Dus zodoende kunnen ze ook heel rustig begeleid worden richting de kleedkamers.